Feyenoord kan zondag een directe concurrent afschudden als Willem II op bezoek komt. De Tilburgers zijn de nummer 5 in de Eredivisie met 3 punten achterstand op Feyenoord dat derde staat met een wedstrijd minder gespeeld. Willem II herpakte zich afgelopen vrijdag met een 3-1 overwinning op FC Groningen en Feyenoord hield 2 dagen later een punt over aan de topper in Eindhoven. Eerder dit seizoen pakte Feyenoord zijn eerste competitieoverwinning van het seizoen in Tilburg door een benutte strafschop van Steven Berghuis. Feyenoord Willem II stond in de Eredivisie 43 keer eerder op het programma en dat leverde ons 35 overwinningen, 3 gelijke spelen en 5 nederlagen op. Waaronder vorig seizoen. Feyenoord verloor zijn laatste thuiswedstrijd tegen Willem II met 3-2. Als Feyenoord zondag wint of gelijk speelt tegen Willem II, dan blijft Dick Advocaat voor de derde keer in zijn trainerscarrière 14 Eredivisiewedstrijden op rij ongeslagen. Eerder presteerde Dick dit met PSV en AZ in de seizoenen 1997, 1998 en 2009-2010. Steven Berghuis is op dreef tegen Willem II. In zijn laatste 4 competitiewedstrijden tegen de Tricolores scoorde hij 4 keer. Feyenoorders Jan-Arie van der Heijden en Renato Tapia hebben beide een verleden in Tilburg. Jan-Arie speelde daar 58 competitiewedstrijden en Renato Tapia kwam tot 16 optredens in de Eredivisie voor Willem II. Bij Willem II komen we Feyenoord-huurling Bart Nieuwkoop tegen die in 4 seizoenen 45 competitiewedstrijden voor ons speelde. Miquel Nelon kwam tussen 2011 en 2018 tot 125 Eredivisiewedstrijden voor ons en is nu de linksback van Willem II. Feyenoord Willem II gaat zondag om 2:30 van start in de Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. We sluiten af met de editie van Feyenoord Willem II uit het kampioensjaar 2017, want toen was Jens Toornstra weer goud waard voor ons. Elia. Van Anholt probeert van alles om hem te stuiten, het lukt maar niet. En daar Toornstra, mooie goal zeg. Prima voorzet vanaf Elia. En prima ingekopt door Jens Toornstra. De voorsprong is voor Feyenoord. Vond jij deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op het Feyenoord kanaal.